Goedemorgen Jeroen Saman, hoe is het? Goedemorgen. Hoe was de bouwvak? Was die lekker? Lekker, zeer lekker. Ben je op vakantie geweest? Nee, niet weg geweest. Oh, niet? Nee, 3 weken thuis geweest. Oh, nee, maar dat is ook lekker, of niet? Heerlijk. Ja. Hey, maar kan je eens vertellen, want er gebeurt van alles. Daar is inmiddels alweer begroeiing op de grond. Maar ja. Wat zijn de plannen voor de komende weken? We zijn begonnen met het straatwerk. Dus de Koepoortlaan zijn we op dit moment aan het herstraten. En volgende week begint de vijverbouw. Oké. En betekent dat als die bestrating, dat het straks ook alweer een doorgang is voor de mensen? Of duurt dat nog eventjes? Nee, voorlopig houdt het nog even dicht. Zoals het nu is, ja. Ja. En ligt alles op schema? Is alles helemaal naar wens? Ja, wel. We liggen nog steeds op planning. Maar voor de vakantie waren jullie ook bezig met die rioleringen, hoe heette die ook weer, speciale naam hadden die? Infiltratieriool. Ja, precies, dat bedoel ik, ja. Infiltratieriool. In principe zit alle riolering erin. Ja. Er moeten alleen nog enkele putten plaatsen. Die komen deze week nog. Ja. Dan gaan we die ook plaatsen en dan zit het ondergrondse werk er eigenlijk allemaal in. Ja, ik zie nu ook, er rijdt nog één vrachtwagen met stand, maar die komt nu in plaats van spullen weghalen, komt hij van alles brengen nu. Ja. Ja. En daar, die betonnen plaatsen daar aan de achterkant, is dat gewoon een definitieve omheining of zo? Dat is een keerwand en die wordt bemetseld. Dus, straks ziet het eruit als een gewoon gemetselde muur. En achter de keerwand komt in de toekomst nog een uitbreiding van de parking voor de Schouwburg. Ah, oké. Okay. En keren, betekent dat ook dat hij iets keert of tegenhoudt? Ja, het heeft een grondkerende functie. Ja. Dat de parking wat hoger ligt en het park zal ietsje lager liggen. Ja, precies. Ja. En zijn alle padden en kikkers er nog? Ik denk het wel. Die zijn niet met vakantie gegaan. Ik heb onze paddendeskundige nog niet gezien na de bouwvak, maar dat komt binnenkort ook wel weer goed. Dat zal ongetwijfeld goed komen. Oké, dankjewel voor je toelichting en werk ze nog vandaag. Alsjeblieft.